Oh, je hebt, een bloedlip! Knolpower. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Dit is Mikey. Mikey, stel jezelf even voor. Ik ben Mikey, ik ben 5 jaar oud. En ik ben heel vervelend. Ja! Ik ben heel vervelend. Ik ben Bumper. Ik ben super sterk. Kom niet met me fucken, want ik bijt je piemel eraf. En ik hou van eten. Nou, dat was even de biografie van hun. Ik ben de broodjesmaker van Enzo, want nergens anders ben ik goed voor. Dus we gaan broodjes maken. Wauw, wat kent ze zichzelf toch goed. Oh. Grapje. Dames en heren, wij zijn een beetje flauw wakker geworden. Een beetje flauwe humor. Ik heb trouwens wel een oplossing voor wat er gisteren was gebeurd. Toen waren er een paar vlogstukjes verwijderd van mijn camera. Nu heb ik dus een andere camera. En dit is de oude, nieuwe camera met dat klapschermpje. Dus ik kan nu mezelf daarboven zien. Kijk, nu hebben jullie niet het gevoel dat ik jullie aankijk. Nu kijk ik mezelf aan en dat schermpje daarboven. En nu kijken jullie wel weer aan. Heel veel mensen die filmen, die hebben dat, hè? Dat ze alleen zo naar dat schermpje zo kijken. Ja, dat is echt de gouden tip. Als je begint met filmen, kijk in de lens en niet in de spiegelreflex ding daarboven of daarnaast. Want dan kijken de kijkers niet aan. Nee. In ieder geval, D gaat een heerlijk broodje voor me maken. Gezond. Zowel voor jou als voor mij. Een broodje gezond. Ja, maar dan zeg maar semi-gezond, hè? Ja, semi-gezond. We doen er wel mayo op. Oh. Maar kijk, dus deze... Ik meen het. Let op, hè? Let op. Oh mijn god, ik weet precies wat je wil gaan doen. Het is toch met oortjes zo? Ja. Hallo. Ik ben de boterham. Kijk. Nu hebben we er 2. Je dacht eerst van, oh, Enzo is weer vervelend, maar dat was best leuk. Ja, dat was best leuk. Bumper, high five. High five. Ja. Yeah. Put the ham on the boterham. Oh my god, dat was zo'n dikke verse line. But we have not enough, so we take another ham. Oh, and we are going ham. Yeah. Gezondheid. Nou. Quinn loopt hier echt... Als Quinn even geen aandacht krijgt, hè, dan gaat hij heel hard schreeuwen en zo. Nou, dat deed ik niet expres. Nee, maar ik wou even gewoon in het algemeen ons probleem vertellen hier thuis. Dan zitten we aan tafel met z'n allen. En dan ineens hoor je... Uber! Nee, weet je wat er soms gebeurt aan tafel met Quinn? Nee. Dan zegt Quinn, Uber! En dan zeg ik, Quinn! Oh, die vind ik wel cool. Mogen we er ook druiven op doen? Maar eigenlijk moet hij dan ook meedoen. Ja, oké, we gaan dan even... Quinn, jij begint, daarna ik, daarna Enzo. Uwe! Quinn! Kees! Oh. Kan jij uit jezelf boeren? Ja. Ja? Oh mijn god, ik weet een vet leuk trucje. Dat deed ik ook bij Milan. Oké, kan je de A boeren? Weet ik veel. De A? Ja, vast wel. En dan de N. En dan de Us. Nee. Milan had het niet door en die ging A, N en dan us boeren. En dat heb ik aan elkaar geplakt en toen... Ja. Anyways, we gaan weer verder met het ontbijt. Heel toepasselijk dit. Je bent ondertussen al een aardig stukje verder. Ja, jij let niet op, hè? Alleen nog de tomaatjes en de sla en dan ben je al klaar, of niet? Nee, je moet dat sla wel vermalen hierin. Ik ga jouw hoofd vermalen daarin. Wow. Oké. Ik laat straks alleen het eindresultaat nog zien, want dit ging echt te ver. Het ging te ver, hè, Bumper? Ja, dit ging te ver. Goed zo, jongens. Hé, komen jullie haar beschermen? Ja. Wie is dat? Dat was zo ongelooflijk grappig. Ik was een vlog aan het bewerken, op de laptop nog steeds trouwens. En toen kwam er een stukje in voor waar Mikey aan het blaffen was. En ik liet dat afspelen en in één keer kwamen de honden vandaar keihard gerend, want ze hoorden een andere hond. Maar dat waren ze zelf. Dus ze waren helemaal in de war van... Waar komt dat geblaf vandaan? Waar is die hond? Waar is die hond? Oh my god, ik heb ze zwaar hard getrold gewoon. Echt heel erg hard. En Dee is ondertussen heerlijk een soort van fruitmix aan het maken. Ja, want jij bent aft. Ja, ik heb een aft. Dat betekent dat je wat meer vitamines moet eten. Oh, die aft doet zoveel pijn. Dee heeft heel vaak een aft gehad. En op vakantie had ze zelfs een heel gat in haar mond gekregen. Ik heb een hele lage mondweerstand of zo. En dan heb je dat veel sneller. Ja, ik heb een hele lage kontweerstand, want dat is iets heel anders. Ja, maar jij laat ook vet geschreven, dus dat vind ik zo gek. Dat is waar. Oh, wauw. Dat ziet er heel erg lekker uit. Oeh. En weet je wat super stom is? We zijn vergeten om net dat prachtige goddelijke eten voor jou te filmen. Dat was zo stom, dat is ook trekkend toen. Ja, we waren ook met z'n allen zaten we hier aan tafel en iedereen was aan het praten en het was heel gezellig. En toen in één keer hadden we het op en toen zei ik, nee, ik heb het helemaal niet gefilmd. Oh my god. Dan heb ik gewoon bijna 600 vlogs en vergeet ik dat gewoon. Ja, dat kan echt niet. Je bent geen expert vlogger meer. Het is menselijk, dat wel. In ieder geval, ik zal proberen om er af te laten zien. Moet jij even kijken of je het ziet, Dave? Ja, dat is het. Ja, dat zie je wel. Oh, nee, dat is echt heel naar als iemand... Dat is hetzelfde als je je hand onder de kraan doet bij iemand... Hatsjoe! Ja. En dan in eerste instantie... En dan... Wow. Anyways, ik ga heerlijk genieten van deze fruitmix. Oh yeah! Kijk, en ik kan hem nooit bij Enzo, want hij heeft altijd een riem of een broek strak of zo. Ja, ik heb geen riem, maar ik heb wel mijn broek strak, ja. Dat is niet eerlijk, ik word gepest. Tjing. We gaan even de dieren voeren. Wil je een druif? Ga maar zitten. En pak hem. Oh, 1-0 voor Bumper. 1-0 voor Bumper. Mikey, kan jij dat ook? En pak hem. Oh, 1-1. 1-1. Bumper, kom op, maak hem af. Goed zo. 2-1 voor Bumper. Kijk of jij het bijhoudt. Oh, je had die je lust geen... Oh, je hebt verloren. Oh, Mikey lust helemaal geen druiven. Oh, dat wist ik niet. Nou, dan geef ze wel een Bumper. Hoppakee. Gaan we even kijken of ze allebei bessen lusten. Even een test, hoor. Lust hij ook niet? Mikey, lust je dat ook niet? Bumper die eet het op. Hoppakee. Nou, even kijken of hij dit lust. Ook niet? Ah, Mikey, je lust helemaal niks. Dan kunnen we ook geen wedstrijdje doen, Mikey. Want dan wint Bumper met alles. Bumper heeft tot nu toe alles nog gevangen. High five. High five, goed zo. 1, 2, kijken of hij dit ook kan vangen. Oh, bijna. Ja, dan wordt dat wedstrijdje erg lastig als Mikey helemaal niks van dit bakje lust. Quinn, wat ga jij doen? Wat ga je doen? Oh my god! Je hebt beschermers aan. Tegen wie moet je voetballen? Hercules. Maar vorige keer was ik er niet bij toen we tegen hem moesten, hè? Maar toen waren er een paar erge dingen gebeurd. Toen waren er erge dingen gebeurd? Ze paste alleen maar naar voren. En toen daarna scoorden wij 3-1 voor en toen... Toen werden we agressief en toen vonden ze het niet meer leuk en toen kregen we zelfs 1 gele kaart. Oh, gebeurt dat vaak, gele kaarten bij jou? Nou, ik hoop dat ik een blauwe kaart kan uitdelen vanmiddag. Dat zou mooi zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Wij gaan in ieder geval Quinn supporten. Ja, wij gaan kijken. We hebben spandoeken gemaakt, we hebben toeters, confetti kanonnen. Nee, hebben we niet. Maar het wordt wel vet, het wordt gezellig. Oh my god, Quinn! Ja, wat? Oh, weet je wat ik net deed? Nou. Ik ging gewoon jumpstylen. Jumpstyle. Oh, ken je dat nog? Van vakantie ooit? Ja, jumpstyle? Weet je dat niet meer? Oh, Dave, weet je nog jumpstyle? Nee, Oké, kom. Dan gaan we jumpstylen. Oké, Quinn, wil jij filmen? Ja. 1, 2, 3. Jij begint verkeerd. Je begint met 2 keer springen. Dan voor, achter. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan een solo doen, wij allebei. En dan mogen jullie kijkers bepalen welke solo of jumpstyle beter is. Mongolisch erbij doen en ik kan dat niet. Oké, komt u. Nee, maar jij moet wel beginnen met dit. Nee. Dit begint het mee. Kijk, dit werkt niet, hè. Jij werkt niet! Daarom doen we ook een solo. Want we kunnen niet samen, dus ga jij maar eerst. Nee, maar ik deed hem net al. Ik ben al geweest. Nee, toe maar. Maar dit is gênant. Ik kon het zeg maar in groep 8 en dat is ongeveer nu 7 jaar geleden. Dus ik ben niet noob. Maar zo moet hij wel. Zo, dat was ook? Dat is... Nou, niet zo. Meneer, buigend jij, want ik vloer je. Nee. Oké, nu mag je. Kijk, je moet zeg maar in je hoofd jumpstyle muziek hebben. Dus jumpstyle! Ik ben beter. Oké, jij kan er dus echt helemaal niks van. Tja! Yeah. Vind je dat ik heb gewonnen? Of vind je dat ik heb gewonnen? Ik win. Ik win. I gotta win. I win. Woe! Enzo. Hey. Hallo, u had de hond besteld? Oh ja. Ja. Ja? Oh, het Mikey. Niet... Krijg ik die handtas erbij? Ja. Doe maar, Mike. Hey! Hey. Hopsakee. Goed zo. Geniaal. Dus, ja. Ik wist helemaal niet dat er vandaag markt was, want ik reed met de auto langs en toen zag ik dus dat er wel markt was en toen dacht ik, oh my god, dan moet ik gewoon even kibbeling halen. En D wilde heel graag visfrietjes en dat krijg ik nu als het goed is ook mee. Ja, hé. Want ik heb het net betaald. Ja. En altijd, bijna altijd, als er hier markt is, dan moet ik natuurlijk ook nog in Zeist zijn bij D, haal ik hier kibbeling. En D die zit altijd te twijfelen van ga ik kibbeling halen, ga ik visfrietjes halen. Nu staan hun hier allemaal met een glimlach en één iemand van wat de fuck gebeurt hier? Ik heb echt geen flauw idee. Het is helemaal niet erg. Super. Hé, hey, dankjewel hè. Hey, werk ze nog. Hoi hoi. Kijk eens aan. Ik denk dat ik D heel erg blij ga maken met de kibbeling en de visfrietjes. Ben dan ga je blij met je visfrietjes? Ja. Ik ben echt super blij dat het nog heel erg mooi weer is geworden. Het zonnetje schijnt gewoon volop zelfs. Het is echt niet normaal. En de kibbeling is echt een hele goede keuze geweest. Want jeetje, wat heb ik daar nu trek in. En met dit weer langs het voetbalveld, heerlijk wat erbij. Eten, geweldig. En nu nog hopen dat Quinn wint natuurlijk. Dat zou echt het allermooiste zijn. Wij gaan aanmoedigen, dus kom op. Wij gaan heel hard schreeuwen. Kom op, Quinn! Quinn, wat doe je hier op het voetbalveld? Voetballen. Cool, ga je erin? Als de bal uit is. Nee. Mooi Quinn! Kom op Q! Door Q, door! Kom op Bieber! We gaan maar eventjes bij het goal staan hier van de tegenstander. En ik heb zo'n gevoel dat er straks een doelpunt komt waar je U tegen zegt. Kom op Quinn! Jammer. Yo, alsjeblieft. Kijk, sportief tegen de tegenstander. Een blauwe kaart voor Enzo Knol. Oh, dankjewel. We got a badass over here. Oh, jammer Rob. Dat was een kans. Was. Oeh, scherp. Was een kans. Kom op, Quinn. Ja, lekker. Kom maar door. Jammer Rob. Kom op, nummer 4. Kom op. Oh! Lekker Jonathan! Woehoe! We hebben een J! We hebben een A! We hebben een N! Jonathan? Oh! Oh. Ik moet nog even oefenen met het cheerleader! Sorry, wel goed gedaan! Uber Quinn Games, de enige echte! Oh! 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 Ah, kom op! Oh, 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 oh! Spanning en sensatie hier bij Jonathan. Oh, jongens, kom. Kom op, ik schreeuw maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik schreeuw gewoon. Kom op! Oh ja, je hebt hem nog. Ja, oh! Wel goed gedaan hoor, met dat groene shirt aan. Oh, dat hebben ze allemaal. Hij vond het wel grappig. Ja, hij vindt alles grappig. Hij vindt allemaal. Mooi gelopen. Ja, mooi. Mooi, mooi. Oh. Maar wat een kans, jongen. Kom op, Jonathan. Oh. Hij schreeuwt bijna zo lang uit. Ja, kom op. Jij ook een keer. Kom op. Nee. Kom, Jonathan. Kom op, Jonathan. Hij kan nog harder dan ik, joh. Lekker, hoor. Jonathan! Voor jou wordt het niet meer verstaanbaar op een gegeven moment. Dat zie je zo hard. We hebben een J, we hebben een O. Oh, we hebben een N, we hebben een A, we hebben een T, we hebben een H, we hebben een A, we hebben een N. Jonathan! Al die grasstukken uit je ogen. Mooi! Kom op, Quinn! Oh! 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 Jammer, Quinn! Maak het af, maak het af! Kom op, Rob! Maak het af! Ja! Oh! Oeh! Oh! Justus, kom op, geef voor! Kom op! Ja! Oh! Oh, Robbie, kom op! Oh, de spanning is om aan te snijden! Om aan te snijden of om te snijden? Oh, om te snijden. Ik vind het zo spannend. Oh. Spanningsscheetjes. Spanningsscheetjes, zenuwachtige scheetjes dit. Kom op, Jonathan! Kom op, Delano! Oh! Lekker, Jonathan! Woehoe! Cowboy, Jonathan! Ja, rood. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Dat is dus wat Quinn bedoelde en daarom wilde Quinn ook graag dat wij even kwamen kijken. Omdat normaal gesproken het af en toe een beetje escaleert. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat het met voetbal escaleert. Het is echt het domste wat er is. Dus volgens Hercules maakte Jonathan een overtreding. En die gast van Jonathan viel en die gast van Hercules die trapte hem gewoon keihard na. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dat is gewoon zo van waarom, weet je wel. Kom op, man. Het is voetbal. Doe het gewoon sportief. Maar spelletje. Ik heb net de eindsluit gemist. Maar Jonathan heeft gewonnen met 4-2. Laten we dan... Je hebt gewonnen. Oh, je hebt een bloedlip. Je hebt overal bloed. Je hebt gewonnen, Quinn. We hebben bij het voetbalveld daar een limousine voor je klaarstaan met allemaal mooie dames. Met een fles champagne. Je hebt het verdiend, jong. High five. Ah, het stinkt zo erg hier. We hadden de tasjes van de auto hier, of van de vis hier ingelaten. In de auto. Ah, niet handig. Ik wou echt dat ik nu een wasknijper had die ik op mijn neus kon zetten. Die stank is echt gewoon niet te omschrijven. Zo erg is het gewoon. Oh, dat is lekker. Even snuiven. Ik wil echt. Wat ga je doen? Kom op, een beetje Knolpower. Oh my. Dat mensen zo verslaafd aan bloemkool bedoel ik. Niet normaal. Mag ik ook eens proeven? Ik heb nog nooit geproefd toen het koud was. Ik hoop alleen niet dat er wormen in zitten, want soms heb je nog bloemkool met wormen. Echt? Soms. Dus we zijn even in het dorp van Zeist en ik wilde een gordijn terugbrengen, want nou, waarom precies leg ik straks wel uit. Maar weten jullie nog dat er ooit een ongeluk was gebeurd in mijn vlog iets van 4 dagen geleden met de scooter? En dat zag er super ernstig uit, maar dat was jouw broer. Ja. Jouw broer met een vriend van je broer. Ja, die reed. Zijn vriend reed en mijn broer zat achterop. En je broer zat achterop? Ja. En je broer is nu gewoon helemaal in orde? Ja, hij heeft een paar hechtingen. Een paar hechtingen? En een scheur in zijn schedel al hier. Zo, maar geen hersenschudding? Ja, waarschijnlijk wel lichtelijk. Oké, en die rijder, de bestuurder? Die heeft alleen een hap uit zijn oor en een hechting. Een hap uit zijn oor? Ja, hier zit hem al. Tot ze kraak binnen is het weg. Oké, maar voor de rest niks ernstig dat ze de rest van hun leven iets niet meer kunnen doen? Nee. Oh, en de bestuurder van de auto ook niet? Nee. Want ja. Hoe kwam dat nou, weet je dat dan? Ja, ze wouden oversteken. Ja. Yeah. En ze reden helemaal niet te hard of zo, want het kan niet, want ze kwamen uit een bocht. Ja. Yeah. En de bestuurder heeft waarschijnlijk heel hard gereden. Dus... Oh, serieus? Ja. En die reed toen vol tegen die scooter? Ja. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Heel erg bedankt dat je dat even wilde vertellen. Ja. Oké, doei! Nu gaan wij verder de gordijnen inleveren. Want deze gordijnen hebben geen ringen. Dus dat houdt in dat ik ze niet kan ophangen. En ik heb natuurlijk rails gekocht, zodat ik mijn gordijn op kan hangen. Dus deze moet ik even omruilen voor gordijnen met ringen erin. We nemen allemaal mooie kaarsen mee. Ja, we gaan het huis mooi versieren. Yeah. Wij gaan namelijk vanavond voor de allereerste keer in mijn nieuwe woning slapen. Wow, ik heb er zoveel zin in. En wauw, ik kwam dit net tegen. Het lag in het verkeerde schap. Maar ik dacht, dit is zo briljant. Dat ga ik sowieso zometeen doen. Oké, we hebben kaarsen. Dus dat moet ik even uittesten. Ja, ik dacht, weet je wat, ik laat D maar kaarsen uitkiezen. Want die weet de kleurencombinatie en wat bij wat past allemaal. Dat weet ik niet. Ik ben een man. Kom op. Ik doe mijn best. Maar dan neem ik iets mee en dan zegt D, ja, en zo verslaat het op. Die kleur past toch niet bij die kleur? En dan denk ik zoiets van... Oké, het is gewoon D haar ding. Sitting on toilet! Sitting on toilet! Sitting on toilet! Sitting on toilet! En flush! We hebben de auto ingepakt met aardig wat spullen voor de nieuwe woning. En natuurlijk ook bloemkool, de bloemkolen. En als wij nu naar de nieuwe woning gaan, dan straks zullen wij waarschijnlijk ons ogen uitkijken. Want je ouders zijn bij mij geweest en die hebben ontzettend hard hun best gedaan. Yes. Volgens mij is het echt bizar geworden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het er nu uitziet. Ik ga het jullie straks allemaal laten zien. Ik heb er heel veel zin in, echt heel veel zin in. Gewoon de allereerste keer in mijn nieuwe woning slapen. Wat wordt dit ongelooflijk fijn. Tenminste, daar gaan we vanuit. Yes. Zo. Oh mijn god! Is dit de eerste scheet die ik op film heb in mijn nieuwe huis? Weet ik niet. Oh, ik denk het wel. Oh my god. Oh, yes. Wauw. Dit komt sowieso in de geschiedenisvlogs. Anyways, hoe het er hier uitziet is echt kicken. Het gordijn hangt. Nou, hadden jullie de vorige keer geloof ik al gezien. Maar nu, hier aan de zijkant ook. Aan de achterkant nog niet, maar dat komt nog. En deze heeft meteen de kaarsen hier op een blad gezet. Er zijn een beetje weinig eitjes. Weinig? Ja. Oh, ik vind het nog aardig veel. Maar je wilt hem helemaal vol hebben. Nou, gewoon dat het wel de bodem bedekt is. Ah, oké. Dan moeten we nog even een zakje erbij halen. En we gaan de raarste combinatie ooit eten. We hebben bloemkool op het fornuis staan. En hier hebben we spareribs. Dus spareribs met bloemkool. Juist, niet echt logisch. Boven ziet het er zo ongelooflijk vet uit. En omdat het nu nog licht is, ga ik het heel snel even aan jullie laten zien. Want ik heb heel erg veel trek. Daar gaan we. Wow! Dit is zo ongelooflijk vet. Vanmiddag vroeg mijn schoonvader: Enzo, op welke hoogte wil je ongeveer de tv hebben? En toen dacht ik, nou ja, ik heb een beugel gekocht die best wel wat naar beneden kan. Dus het lijkt mij vet als hij aardig hoog is, richting het plafond. En hij heeft dat als een baas gedaan. En hij heeft hem meteen klaargezet. Moet je nou kijken hoe vet. Zo ongelooflijk gaaf. Dus als ik hier nu op mijn bed ga liggen... Oh, dan kan ik zo heerlijk vanaf hier tv kijken. Weet je hoe ongelooflijk gaaf. Oh, ik ben hier zo ongelooflijk blij mee. En mijn schoonmoeder heeft gewoon de kamer hier opgeruimd. Mijn kleren en zo. Ze zijn veel te lief voor me. Ze zijn echt veel te lief voor me. Niet normaal. En dan gaan we heel even snel mee naar de werkkamer. Daar ben ik nog eerlijk gezegd helemaal niet geweest. Oh my god. Ook de tv al. De tv kan helemaal zo staan. Maar ik kan hem ook beetpakken en dan... helemaal die kant opzetten. Dus ik kan hem gewoon bijna 180 graden draaien. Dit is echt kicken. Dit wordt een super vette werkkamer. En moet je hier nou kijken. Oh yeah! Deze heb ik bewaard. Die heb ik al iets van een jaar, als het niet langer is. En dit is echt heel erg gaaf. Die kan ik ophangen, kan ik kaarsjes aansteken. Oh, ik ben zo blij, dames en heren. Ik ben echt zo ongelooflijk blij. Nu ga ik snel naar beneden en ga ik heerlijk eten. Huh? En dan ben je in één keer bij D. En als ik dit doe... ben ik in één keer op een tankstation? What the fuck? Hoe kan dit nou allemaal? Waar gaat dit naartoe? En als ik dit doe... en dan ben ik in één keer bij Milan! Hoe doet hij dat toch? En bij Jill natuurlijk. Hey. Wow, 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 wow. Ik heb even mijn nukjes gaan schudden. Oh, oké, ja, tuurlijk, snap ik. Nee, dat is niet. Wow, wow. Gezondheid, gezondheid. Anyways, Milan. Ik was vandaag bij een winkel en ik kwam per ongeluk in een verkeerd schap kwam ik dit tegen. En ik dacht, dat is gewoon briljant om samen met jou te doen. Het is een spelletje, je hebt een pistooltje, je hebt 3 balletjes, je hebt 2 kegels. We gaan die kegels gaan we op de grond neerzetten. En hebben we allebei een paar pogingen en dan kijken wie een strike kan maken. Een strike bij 2. Maar ik heb niet gezien wat het is. Oh, kijk, dat is het. Hoe heet het? Shot? Shots fired. Game. Shot game. Shot game. Ping pong gun. Oké. Ik ben heel erg benieuwd of het werkt. Bolen, maar dan met een gun. Ja. Dus gewoon schietbolen. Schietbolen. Bowling schieten. Bowling schieten. Juist. Of niet? Hé, het wordt gewoon een nieuwe game dit. Nou, het is al een game. Oh ja. Oké, ik ben heel erg benieuwd of het werkt. Zo, we hebben de pionnen op het skateboard gezet. En nu mag jij als eerste, Milan. Wat is het? Ja, je hebt 3 ballen. En je hebt hier het pistool. En dan ben ik benieuwd of het jou gaat lukken. Ik ben de assistent. Ja. Oh, wacht heel even met schieten, wacht heel even met schieten. Veiligheid. Je weet maar nooit, veiligheid gaat voorop. Oké, dan ga ik even... politieman spelen. En ik wil een beep zijn. Ja, dan ben jij de cheerleader. Iedereen in de verkleedmodus in één keer. Klaar! Oké, let's do this. Oh my lady. This is gonna be good. Oh! Shit! Ik stond hier, dus hierachter. Oh! Hij heeft een afwijking naar rechts. Dat geef ik je als tip. Oh ja, misschien is dat toch niet zo. Doe je dat er gewoon expres? Gaat goed, jongen. Hij heeft een afwijking naar rechts. Nee. Ik wacht. Oh! Oh! Oh my god! Oké, nou is mijn turn. Nou, ik denk wisselen van helm. Nee, ik hou het bij Bob de Bouwers weg. Oké, is goed. Dan ben jij de politie, dan ben jij de crimineel. Ben ik de agent. Oké, is prima. En zo, are you ready? Je hebt dezelfde cheerleader. Dit is de lijn, dat is de lijn, die. Ja, maar ik kan niet aan zitten om nog kusjes gaan geven. Ja, dat is de lijn. Oké, cool. Ik vertrouw hem niet, hè. Wat doe je? Wat doe jij? Hij is... Oh, ik dacht dat hij skate aan het voorbereiden was. Ja, dat was ik ook aan het doen. Oh, zie ik! Jij hebt het goed! Oh, zie je, hoe is het dan? Je ging zo staan, dat doen jullie allemaal. Even, ja, alsof maar... jullie hem even de goede richting hebben erbij. Ja, net zoals als flexing doe je even zo... Ja! En als je zit doe je ook altijd zo de benen omhoog. Zodat ja, maar als je zit en je laat een scheet, dan heb je het gevoel alsof het niet goed gaat. Dus je doet er altijd een beetje... Echt niet, als je zit dan knettert hij lekker zo langs je kont. Weet je wanneer het knettert? Als je je kont hebt geschoren. Zo. Dan knettert het. Je dat is eruit. Tegen de zo. Ik zat daar zo lang mee, mijn hele jeugd durfde ik er niet vooruit te komen. Maar ik scheer mijn konthaar. Zo. Ik scheer mijn konthaar. Kijk Milan. Wacht even. Coming out video. Ja, echt. Konthaar scheren confirmed. Oké, nu gaan we schieten. Ja. Twee dezelfde pionnetjes. Let's go. Oh nee. Hoe kan ik? Kom op. Je mag twee laminaat dingetjes verder, hè? Oh, kijk, ja, daar. Ja, daar mag je aan. Oh, kijk, daar huh? Wat? 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 Ik ga klaarstaan en er gebeurt niet niks. Oh. Huh? Wat? Het pistoolseffect. Het zijn toch die kusjes die je doet. Oh nee! Kom op! Nee! We hebben één winnaar! Nee! Maar ik kan wel tegen mijn verlies. Dus gefeliciteerd. Oh, dankjewel. En toen was ik in één keer weer thuis. Ja, het zat zeg maar zo in elkaar dat Dee had een verjaardag van een vriendin van haar. Dus daar ging ze heen en toen dacht ik van oké, dan ga ik gewoon Dee afzetten en dan rijd ik door naar Milan. En daar heb ik even gechilled en Dee heeft gechilled. En nu zijn we weer bij elkaar en dan gaan we nu heerlijk in, ik wou zeggen een nieuwe bedje, maar in mijn bedje liggen. Heb jij het leuk gehad? Ja, ik heb het leuk gehad. Jij? Ja. En dan gaan we gewoon heerlijk nog even tv kijken. Ja. En dan gaan we heerlijk slapen. Eindelijk. Oh my god, gewoon de allereerste keer hier slapen. Dat is best wel raar. Oh, ik vind het ook altijd gewoon, ook toen ik dan op zolder slaap, dan slaap je dan wel in jezelfde huis. Maar het voelt gewoon, op een of andere manier voelt het vreemd of zo. Ja, het voelt echt anders. Ja. Het voelt nieuw! Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem heel erg tof. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En laat nog even een leuke reactie achter. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knolpower.